Ja, vandaag hebben we een hele speciale aflevering van Verstoppertje. Want als je vandaag niet binnen 1 uur gevonden wordt, mag je 1 minuut gratis winkelen in de macro. Maar als Rob als zoeker ons allemaal weet te vinden, mag hij 1 minuut gratis winkelen. Vandaag gaan wij Verstoppertje doen in de macro. En normaal staat er eigenlijk niks op het spel bij Verstoppertjes. Maar vandaag mag de winnaar 1 minuut, 1 minuut, een hele minuut gratis shoppen. Dus maak wel je macro, prima. Is het altijd tijd macro om een grap te maken dat jij klein bent of niet? En macro groot. Ik heb 5 minuten de tijd om te verstoppen. 1, 3, 2, 1. Dat is mooi, want ze komen er namelijk helemaal niet in. Je komt de macro alleen maar in met een macropasje en die heb ik. Jullie komen er niet in zonder een pasje. Je hebt een macropas nodig. Je komt hier niet zomaar binnen. Ik kom niet zomaar binnen als je zonder een macro prima pas. Nee, ook niet trouwens. Verkeerd om. Er staat hier ook een pas hier onderneer liggen. Ja, hij doet hem hierboven met een frietpan, jongen. Zo, tandentoet, is hier wel groot, zeg! Mag ik niet naar de fruitafdeling, man? Een banaantje voor tijdens het verstoppen, dat is toch lekker? Ga jij even achter het tros bananen liggen? Prima. Oké, de stopwatch staat. Ze hebben eigenlijk dus 1 uur om te verstoppen. Normaal komt dat niet zo nauw of zo bij Verstoppertje. Maar vandaag zit er echt zo ongelooflijk veel op het spel. Zeg, als je hier 1 minuut gratis mag shoppen, hoeveel je hier kan halen. Ik zie hier toch enorme toiletrollen. En ja, ik poep er wel in. Oh mijn god, dit moet ik hebben, zet deze uit. Hey, je mag hier dus opklimmen, hoor, dit. Alleen, ja, kan je hier dus niet liggen, want hier is niks. En helemaal boven, dat mocht dan weer niet. Dus, ja. Hey, motherfucker! Hey, Gangbo! Heb jij eens de behoefte om echt in zo'n hele grote pot frietsaus te gaan zitten? Ja. Zou dat gewoon doen, hoor? Hey, het is wel groot, maar niet. Je gaat hier achter, ga je gewoon zo de diepte in, hè? Echt? Zo, ga hierin! Kan dat? Kan dat? Wij waren dit niet. Dag hoor. Zo, tortilla chips. Zijn deze dozen zwaar of niet? Zo, wat dan? Wil je eronder gaan zitten? Kan je de achterste weghalen. Wil je bouwen? Uiteindelijk moet je zo moet je hem gaan winnen. Durf je het of niet? Misschien is het nu oprecht wel een tactiek, aangezien er nu een prijs bij staat, dat je gewoon gaat proberen Rob elke keer te ontlopen. Ik ga voor de 1 verstopplek in deze pot bijvoorbeeld. Eén ding is zeggen, ik weet wel gewoon waar Milo verstopt zit. Want die zit natuurlijk sowieso op de drankafdeling tussen de batra's. Ga eens weg, jongen. Gozer, laat me rust. Ga even in zo'n hele grote bak met sokken liggen. Gozer, ik zie hier kerstbomen en ik ben helemaal om. In zo'n vaas. Zo'n hele grote bloemenvaas. Hey, ik ben tegenwoordig hartstikke gespierd en groot. Hey, hier past kaas wel in deze. Dit is gewoon diep hoor. Ja, dit is hetzelfde. Dit is gewoon diep. Hey, kunnen we niet even eentje pakken, ergens neerzetten? Dan wil ik er wel in. En dan zetten we ergens in de showroom en dan draai je hem om. Maar Milo, jij helpt mij nu. En daarmee ga ik die menu gratis. Dus ik wil best wel. Ja, geef mij dan 10 seconden ervan. Ja, is goed. Even kijken, ik moet er een plek hebben waar ik niet opvang. Naast die bank. Het is echt alsof die ruimte ervoor gemaakt is. Ja. Ja. Die moet ik hebben. Jezus, Mina. Die nemen we even mee. Had ik ergens zitten, dan krijg ik een beetje trek. Potverdorie, jij. Hier moet je niet in. Misschien deze. Pas niet. Was ook niet. Hey, ik heb dynamietstaafjes, man. Ben je ook een dynamietstaafje of heb je geen zin? Bro, ik wil een dynamietstaafje. Dit is geen goede plek als ik in die vrieskist ga. Nee, dat is echt slecht. Dan kijk je zo in. Het is echt, het is moeilijk. Er zijn heel veel plekken, maar niet per se dat ik een hele goede heb gevonden. Ik wil bij die wc-papier. Mat, kun jij me helpen met die wc-papier? Ja, ga jij het wc-papier doen? Laten we even tempo maken. Weet je wat het probleem is aan de macro? Het is echt heel groot. Ik weet niet hoeveel vierkante meter, maar ja, ik heb er geen idee. Volgens mij is het een van de grootste locaties waar we ooit Verstoppertje hebben gedaan. Ik zou hem gewoon rechtop zetten, man. Tempo, ik moet nog verstoppen. Bro, sorry. Nee, ik ben te groot. Nee, maar als je het overheen mag, wacht. Je ziet het op mijn hoofd. Ja, dit is perfect. Nee, joh, je ziet me toch. Nee, ik wil andersom. Ik wil andersom. Dit is andersom. Ja, ja, ja. Ik ga dan niet hier jou een uur staan helpen, jongen. Zet het neer. Dit zie je totaal niet. Dit zie je totaal niet. Kan je hier een dekentje omheen leggen? Ja, dit is goed. Dit is heel goed. Milo, leg een dekentje er even op. Ja, goed idee. Goed idee. En dan misschien nog een kerstboompje erop of zo. Dit ziet niemand. Dit ziet echt helemaal niemand. Dit is koude goed. Dankjewel. Hey, bro, de groeten. 18 seconden. We gaan weg toch? Ja, maar dit laten we staan. Ja, oké, okay, we moeten weg. We moeten weg. Rob gaat nu beginnen. Weg, 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 weg. Oh mijn god. Let's go! Bro, ik ga gewoon sprinten. Sprinten, jongen, van mijn vaderland hier tussen de groente en de fruit. Op zich kun je hier niet echt verstoppen. Dat is wel een voordeel. Het is best open. Het is minder erg dan ik dacht. Misschien kan ik een werknemer vragen of ze iemand gezien hebben. Als er toch iemand in zo'n vrieskist zou gaan zitten, dat zou wel wel leuk zijn. Ik ben nou best wel confident. Ik dacht echt van, het wordt echt lastig om hier mensen te vinden. Maar het is best open en overzichtelijk. Het is alleen, zeg maar, heel groot. Dit is zo'n slecht idee, jongens. Ik heb echt wel een goede plek, want het zit echt zo overal. Rob is nu begonnen. Ik ga hier achter. Ik ga hier achter. Dit is goed. Wacht. Ja, hier heb je goede ruimte. Hier heb je goede ruimte. Zet dit ervoor. Maar Matt, besef, als wij straks winnen en we mogen 1 minuut gratis winkelen, voordat je daar bij de tv's bent hier. Ben je al zover? Dat lukt niet in 1 minuut. Kun je me helpen? Ja, tuurlijk. En de kussentjes ervoor leggen. Doe eens even je trui uit, jongen. Je gaat dan wel dood van de hitte zo. Oh. Aan de achterkant moet je ook wat doen. Ik ben nu in een schap aan het liggen. Dit wordt zo warm voor jou. Het is gelukkig ook geen 30 graden vandaag of zo. Ja, zo zie ik het niet als ik hier zo buk. Maar misschien op Rob's hoogte wel. Aan de andere kant heb ik ook een heel groot gat. Top. Je moet snel zelf verstoppen ook nu.
Ja, dat had ik echt niet verwacht. Dat had u echt niet verwacht. Dat had u echt niet verwacht. Heeft u dat zelf bedacht? Nee. Oké, mensen. Ik zit hier nu achter. Het enige probleem is, eigenlijk twee problemen. Hierboven steekt mijn hoofd een klein beetje uit. Dus ik ben bang dat hij misschien mijn hoofdje ziet. Een grote kale glimmende voorhoofd. Probleem 2. Dan moet ik nog schijten. Nog 57 minuten zitten. Dat is misschien wel het grootste probleem. Oh mijn god, ik zie waar Koen zit. Hier, hij moet hier zijn. Het kan niet anders. Dit is Koens droom, ouwe. Het kan niet anders. Hij moet hierin zitten. Ah, dat gaat niet, Jan. Nee, dat zit er niet in. Stel, je wint een minuut gratis winkelen. En mag de Philips Smart UHD OLED TV. Oh, als jij nu een tv wil kopen, dan kan ik je prima adviseren. Maar lees gewoon thuis eens een boek. Dan haal je meer lol uit. Die winkel is zo groot, ik ga gewoon rustig zoeken tot ik een chille plek heb. En tot die tijd ga ik gewoon een beetje lopen. Hoop hoor je toch wel aankomen met die luide toppie stem van hem. Ik weet wel als ik die minuut gratis shop heb waar ik beland. Oh, waar zijn de wc-rollen? Er moet toch iemand in zo'n stapel... Oh, daar is een stapel wc-rollen zitten. Ik ben wel het verste weg wat je van de ingang kan zijn. Dat is op zich al een voordeel. Als ik zeg Marco, zeggen jullie? Milo had zeker gereageerd als hij hier zou zitten. Ik lig hier ook allemaal tussen kussens en dekens. Ik lig hard. Dat is ook echt niet slim. Ik heb een gat om door te kijken. Daar kan Rob gewoon langs lopen. Dat is ook een soort gat waar je toch gemakkelijk iemand spot of beweging ziet of geluid hoort. Je kan niemand zitten, dat kan niet. Ze zitten met mij te fuck, sowieso. Ik trek het gewoon niet. Ik ga helemaal kapot hier. Ik moet even omhoog. Ja. Ligt de shirt op de grond, hè? Dit is verdacht. Ik zag het. Ik loop nu helemaal, ik denk niet dat dit verstandig is. Ik loop nu zeg maar aan de rand. Ik kan beter daar in het midden gaan staan. Dit is mooi. Nee, het begint te tintelen, nee. Ik weet dat je wakker wordt, dat je dan je eigen arm niet in jouw arm is, weet je wel. Dat ga ik nu ook krijgen, denk ik. Kutzooi. Ah. Oké, ik ben hier op iets anders manier gaan zitten. Dit doet wel veel pijn aan mijn rug. Een stuk minder aan mijn benen, dus ik ga dit nu even proberen. Oké, dit was een ziekenhuiscap. Holy fuck. Ik voel ze aan het rondrennen terwijl Rob boven is. Dat is niet echt handig. Hij heeft helemaal geen stopplek gevonden. Leuk. Ik ben ook een beetje aan het kijken van als ik hier zou lopen, waar zou ik dan verstoppen? Maar ik ben natuurlijk 1,40, dus ik denk heel anders dan Milo die 3,80 meter is. Ik moet nog 49 minuten. Ik weet echt niet of ik het volgehouden. Ik moet zo naar opbouwen. Ik heb al 6 scheten gelaten. Ik krijg echt weinig zuurstof. Even een keer weer tussen die schappen kijken. Zeg maar dekentjes en kussentjes, dat is wel verleidelijk om achter te gaan liggen. Dat is natuurlijk, dat ligt nog chill ook. Maar ja, ik heb de hele verdieping gehad, maar ik ben waarschijnlijk langs 5 mensen gelopen zonder dat ik het door had. What the fuck, hoe heeft hij mij niet gezien? Ik zweer het, jij loopt hier langs en kijkt gewoon in mijn richting. Ik dacht dat we oogcontact hadden. Dit is goed. Ik zweer, hier bukt hij, hè. Hier bukt hij met dat hoofd, jongen. Hey. Hij zegt nog over die dekentjes, dat is wel lekker om achter te gaan liggen. Nou, lekker is anders, moet ik zeggen. Milo! Deeltje. Als ik zeg macro, zeg jij? Prima. Ik durf het niet hard te zeggen. Ik gefeliciteerd met jouw nieuwe persoonlijk record. Kun je nog wat leuks over jezelf vertellen, terwijl dat jij je omgeving een beetje laat zien? Tuurlijk. Ik ben Milo, ik ben 22 jaar. Ik heb een mooi voorhoofd. Ik zit hier, kijk eens even. Upsigee, mooi hoor. Ik zal ze even een beetje zo doen. Aan de andere kant ga ik even nieuw passioneer. Ja, oké. Succes. Goed jongetje. Dit is echt een ontzettende nederlaag dat hij zo'n groot hoofd heeft. Want hij schermde echt het hele scherm af met alleen maar zijn hoofd. Ik heb deze muur gefilmd. Dat is gewoon de buitenmuur. Dus hij kan in principe gewoon de hele buitenmuur afgaan. En dan moet hij me wel vinden. We hebben hier nu een rondje gelopen. Het zal wel goed zijn. We gaan even weer terug naar beneden. Beneden is het nog zoveel groter dan boven. Hij is weer naar beneden. Hij is weer naar beneden en niemand is nog gevonden. Dit is letterlijk wat je bij Milo zag boven hem. Hij ligt dus... Ja, maar ja, dat staan hier 1000 stellingen. Maar hij ligt gewoon in een stelling. Oké, dat in principe hadden we dat wel kunnen weten. Dat er iemand in een stelling zou liggen. Maar dit is wel bevestiging. Maar ja. In welke? Het voordeel is vooral, ik hoor Rob niet meer praten. Net hoorde ik Rob heel duidelijk, dat denk dat hij dus doorgelopen. Hij is hier al best wel lang geweest. Dus de kans dat hij hier nog heel goed gaat zoeken, is best klein de komende tijd. Weet je waar ik nu bang voor ben? De winkel is nu open. Hoe ben jij niet gevonden? Hij kijkt gewoon richting mij, hè? Maar hij loopt langs en hij kijkt gewoon naar beneden. En hij zegt, oh lekker, bij zo'n dekentje liggen. En hij ziet mij niet. Ik zit daar op een stoel, een boekje te lezen. Ik kijk naar links, zie ik Robbie net. Het is weggesprint. Weggesprint. Maar misschien zag je ook iemand met een bril en Jan Derksen boek lezen. Toen heb ik een skateboard gepakt. Toen ben ik zo op de grond gegaan. En nu heb ik een step. Dus ik krijg mijn troep opruimen. Doe dat maar, hij is weer naar beneden. Op de bouwen, kunnen wij het macro?
Het begint nu wel oncomfortabel te worden. Maar we doen het voor het grotere doel. De hele snoepafdeling, jongen. Gaan we kantelen. Weet niet of jullie me goed zien. Ik zit hier goed. Nog 37 minuten. Nee, ik vind het niet relaxed, man. Dat die vrouw hier aan het vakken is. Ik weet, ze is ervan op de hoogte. Maar toch. Yo. Koen, jij hebt echt superveel geld. Dus 1 minuut shoppen heb je eigenlijk niet nodig. Elke minuut gratis shoppen die kan winnen, die wil ik. Ach, je bent echt zo viezerig, man. Zo blijven de rijken nog rijker en zo. Heb je nog niemand gevonden? Bro, het is onmogelijk. Deze winkel is zo groot. Jij zit ergens onder of zo. Nee, dat doe ik alleen nu. Want ik kan ook mijn hoofd omhoog doen. Kijk. Au, toch niet. Als ik zeg macro, zeg jij? Prima. Oké, dat hoor ik echt nergens ook gewoon. Kutzooi. Ik ga weer even een stukje hardlopen op de hardloopband hier. En dan zie ik je zo weer. Hij zit me te fucken. Hij zit me sowieso te fucken. Die hardloopbanden stonden boven. Want ik heb wel de home trainers gezien. Kijk, het probleem is dat ik hier op die roltrap niet makkelijk en ongezien wegkom. Dit is zeg maar de grootste open plek van het hele pand. 3, 2, 1. Yes, we did it, boys. Ik geef erop even een klein subtiel hintje. In de groepsapp stuur ik. Hij was zo dichtbij. Het was bijna gepakt. 2 keer het woord was. Maar ik hier natuurlijk bij al die wasmachines en koelkasten zitten. Misschien haalt hij het eruit, misschien niet. Ik wil het ook niet te duidelijk maken, want ik wil wel gewoon winnen. Misschien noemt hij het ook niet eens weer zo'n wasmachine, maar dan noemt hij dus gewoon een kleine schoenmaker. Ik word gek van die schappen, want deze zijn... Hier kan Milo niet liggen. Hij is fucking dik. Hij past daar niet in. Ik begin gefrustreerd te worden. Ik loop hier al 20 minuten rond. Koen. Ja. Waar ben je? Ik zit hier. Onder die plantenbak. Ik ben hier met de chili. Zo, jij bent hier helemaal niet gek hoor. Ja, jongen, ik ben binnen 2 seconden de hele winkel door. Ik snap niet dat hij dat niet heeft gedaan. Nou, dat is gezellig. Ja, wil je een zakje chips? Zo, heb je wat drinken misschien? Oh, dat is wel lekker, zeg. Ik word even verwend hier, mensen. Potverdomme, dat is lekker. Ik weet niet, maar het staat hier op een karretje. Dankjewel. Hier heb ik net al stilgestaan. Iemand heeft hier voor de grap 4 pakken uitgetrokken om mij te fucken. Want kijk, bovenop staat het gewoon vlak. En je kunt hier dus niet onder zitten. Ja, of iemand heeft geholpen en ze zitten hier weer achter. Dat kan haast niet. Ik kan hier ook inkijken. Als je hier tussen zit, ja, fair enough. Maar blijf lekker zitten. Bro, waar ben jij? Ik zit beneden bij die koelkast en wasmachines. Achter, in zo'n stellingkast, achter 2 koelkasten. Oké, ik ga je zoeken. Wil je wat te drinken? Ja, dat is wel lekker. Ik doe maar een amaretto colaatje of zo. Ja, hou je bek. Kom maar aan. Ik ben er over 10 seconden. Ik heb een step. Doei. Dag. Hey, kerel. Ik zit hier. Oh nee, het magazijn zit hierboven. Ja. Ik moet zo nodig poepen. Ik hoop dat het afgelopen is. Ik moet zo nodig zijn. Thanks, mevrouw, sorry, niet schrikken. Ik lig hier. Ik lig hier verstopt. Maar ga maar gewoon door, hoor. Ik ben gevonden door iemand die hier gewoon werkt. En die helemaal gewoon niks met het spel te maken heeft. Die heeft me wel gevonden. En Rob niet. Ik ga mijn live locatie sturen. Ik denk zelfs Daan die me niet gaat vinden. Ik ben al 3 keer het hele pand rondgegaan op die step. Nee. Ja. Het is zo stil daar. Je hebt me niet eens gehoord of gezien. Ik zie Rob net het lopen, maar ik kan niemand vinden. Maar Milo zit bij de koelkasten, Matty ligt onder een dekentje en Koen zit onder een bloempot in de showroom. Maar ik ga gewoon bij die roltrap zitten en dan komt hij en dan step ik de andere kant op. Kun je mij niet even helpen gewoon? Ja, is goed. Weet je alles netjes? Spiegelen? Ja, kijk Roy, ik zou toch van die Fina Morena, die Big White, die is populair. Ik zou toch een extra doosje kopen, want we hebben nu al niks meer. Zat er achter nog iets? Ja, zeker. Oh, oké, dan ga ik even naar het magazijn toe. Mensen, ik ga eruit. Ik trek het niet meer. Ik zat altijd hieronder. Volgens mij is Rob hier wel langs gelopen. Deze vrieskisten zijn natuurlijk, zeg maar, die staan niet aan. Dus op zich, hier zou je nog wel in kunnen zitten. In de wasmachine. Bro, dit zijn er zoveel als je die allemaal open moet doen. Dat kan niet, daar kun je niet in zitten, want er zit allemaal van die... Ik hoop gewoon dat er niemand in zit, want je schrikt je echt kapot als je zo'n ding opentrekt, hè. Dus hier kun je niet in staan. Wel achter. Of niet, Milo? Je kunt er wel achter staan. Op zich kun je er wel achter. Achter de koelkast, dat kan wel. Als het een van de moeilijkste verstoppertjes ooit. Alsnog vind je Milo als waarom eerst. Waarom nou weer? Hoe kun jij zo slecht zijn hierin? Ja, jij mag echt helemaal niks zeggen. Je bent hier al 6 keer langs gelopen. Ik ben hier geen 1 keer geweest. Ik ben alleen naar achter geweest. Het is de eerste keer dat ik hier loop. Godverdomme. Nou, kom er maar uit. Ik ben langs erop gestaan. Hij stond er bij Milo. En ik ben gewoon langzaam gegaan. Fuck it. Nee, dief op! Ga weg! Nee, je bent vies en lelijk en dik. Zo, dat hele shit dat ding. Yo, als ik zeg macro, zeg jij? Prima! Ja, nog harder dan. Prima! Jongen, jij zit in een ander gebouw of zo? Nou, dat kan niet, want voor mij ben je wel in de buurt geweest al. Aan het begin onlangs ook nog. Aan het begin en onlangs ook nog, dat kan niet. Want ik ben aan het begin hier geweest en daar ben ik niet meer geweest daarna. Maar ik ben hier begonnen. Waar ik nu loop. Zoveel in het begin ook weer niet. Je hebt alleen Milo, toch? Ja, Milo net gevonden. Hoe weet je dat? Ja, die schreeuwde nog net prima naast jou. Dat hoorde je letterlijk, denk ik, door het hele gebouw. Nee, want jij schreeuwt net en ik hoor jou niet. Misschien lig ik wel een beetje gedempt. Zo.
Oeh, ik schrik me dood. Milo is gevonden. Nee. Maar het was met Milo praten, die werd gewoon langs gestuurd. Nee. Ja, ik ben eruit, ik heb last van mijn poot. Hey, doei. Hey, ik moet zeggen, ik ga misschien wel even kijken wat ik even uitzoek als ik gewonnen heb. Het is niet heel lang meer, dus we gaan even rusten. Maar ja, als ik rust, dan rust ik waarschijnlijk gewoon iemand voorbij. Hier heb ik echt al 10 keer gekeken, dus dat kan echt niet. Milo is gevonden, Roel die living on the edge. Maar Matt is geen idee. In ieder geval hebben we op 1 iemand gevonden. Op vind ik zelfs een Roel en op het laatste moment Matt. En dan ga ik toch met die hele minuut shoppen ervoor vandoor, jongen. Dat zou toch ongelooflijk lekker zijn. Ik heb ook nog steeds niet gevonden. Nee, ik heb nog één keer verstopt gezeten. Deze gast is echt een slow-mo, jongen. We hebben nog maar 13 minuten of zo. We zijn nu een beetje langzaam aan het kijken naar welke prijzen we willen en shit. Ja, dat is wel goed, trouwens, ja. Ik heb een prijs al gekozen. Leek een dekentje? Nee, gewoon die snoep. Ik zie hier niet echt iets dempends. Wat zei hij? Ik zit niet dempend. Nee, hij zei ik zit gedempt. Maar ja, dat was echt zo'n tip, daar kun je niks mee. Want als je hem dan uitlegt, snap je hem. Maar ja, er zijn 20 verschillende mogelijke uitleggen. Oh mijn god, nu zien wat ik zie. Zie ik een flesje champagne, die ik al verliefd ben, maar... kost gewoon veel geld. Dit is wel typisch als je gedempt. Oeh, what the fuck, schot me kapot. Ah, hier ben ik al geweest met die dekens. Ik kan hier niet achter liggen. Ik ben hier al geweest. Ik kan hier niet achter liggen. Hij zegt het gewoon. Okay. Macro? Prima! Ah, links. Hè? Maar ik heb hier al 10 keer tussen heel het kutbed textiel gezocht. Het was hier toch ergens. Of ik wil echt helemaal para. Ik heb hier net achter al die dingen gekeken. Ik ga dit staafje op het pad gooien. Misschien ziet hij het dan. Maar het leek toch dat het hier vandaan kwam? Ja, ik heb al 1000 keer tussen die dingen gekeken. Dat zou ik ook zeggen. Dat staafje ligt midden op het pad. Ja, maar dit heb ik al 10 keer hier gedaan. Zou je dat kunnen zijn, eventueel? Ja! Hé! Hey! Jongen, echt. Hoe vaak ben jij hier langs gelopen? Dat is ongelofelijk. Ik had niet zo kokkie moeten zijn. Nou, kijk, dit tyfus blijft lekker liggen. Ga ik er even doorzoeken. Dit is zo maatloos. Hey, Matt is gevonden. Meen je niet? Wij zijn de enige twee. Heb je al eigenlijk zo wat je wil kiezen zo? Ik wil heel graag zo'n pizza oven. Oh, dat is nou niet slecht. Ja, hey, wat ik ga nemen, dat vind ik echt fucking chill. Ze hebben hier een elektrische robotstofzuiger. Nee joh. Ja, er zijn meerdere opties, maar ze zijn even duur. Dus ik ga voor deze. Wist je dat die dan een platgrond maken van je woonkamer die doorverkopen? Hey, ik denk dat Rob de slechtste zoeker is. Deze is 500 euro. Zo, what the fuck? Die moet ik hebben. Begin hier aan mijn laatste minuut. Godverdomme. Ik heb nog 40 seconden. Hey, hebben jullie Roel gezien? Ja, zij heeft hem gezien. Kut! Zij heeft hem gezien. Nee. Dat werd nog even spannend aan het einde, mensen. Maar met nog 15 seconden gaan, is het ongelofelijk kaasje. Nee. Ik ga uit van pure ellende. Ik heb maar 2 van de 4 gevonden. Oh, ik heb zulke mooie dingen gevonden die ik ga pakken zo. Hey. Ik had al gehoord dat jij de hele tijd onderweg was. Maar ja, ik kon je niet vinden, man. Nee. Ik was ook alleen maar naar Koen aan het zoeken. Ik dacht, ja, jou kan ik toch niet vinden. In de mud. Oh mijn god, ik zie het nu pas. Dat heb ik nog helemaal niet gezien. Als ik nog tijd over heb ja, zo. Ik zou wel toch overwegen om misschien die stofzuiger te laten staan hoor. Ja. Nou, jij gaat niet geloven waar ik zat, joh. We hadden een kleine attribuut meegenomen. Ja, ik was er samen met Milo eerst. Dus hadden wij zo'n pot meegenomen. Ja, heb je mij toch gehoord? Zat je eronder? Ik zat hieronder. Ja. Als het goed is, ligt er nog een stroopwafel. Maar kijk, dat ik je hier niet gevonden heb, dat vind ik op zich prima. Ik wil deze fucking stroopwafel opeten. Jongens. Gefeliciteerd. Jullie hebben gewoon allebei gewonnen. Het is gelukt om uit handen te blijven van de zoeker. Wauw, dat was een hele. Hou je fucking. Als prijs mag jij nu, en jij ook trouwens, 1 minuut shoppen. Ja, het is gratis, wij betalen. Dus zeg maar, pak alles wat je pakken kan. Zie je die paal? Je begint met je hand op die paal. Je moet ook eindigen binnen een minuut met je hand op die paal, anders telt het niet. Alles is gediscard. Begin maar. Maar het is dus inderdaad wel zo, op het moment dat je niet op tijd klaar bent, dan krijg je niks. Hey, hoe wil jij beginnen of zal ik beginnen? Begin jij maar man, ik weet het nog niet. Ben je klaar? Ja. Voor 1 minuut, gratis shoppen. In 3, in 2, in 1, I go! Zeverigjes. Ja, niet het tweede. Hé, niet helpen broer! Niet helpen bro! Maar wat doe jij nou? 35! Wat heb je? Een lesje 25! Ik kan shampoo halen zoals niemand hier! Yeah. Ellen! Die! Hey, maar dit is wel een dub, deze had je al gezien. Wat heb ik überhaupt? Versterkend haar. Nou, dat heb ik echt ziek goed kloppen. Perfect. Eerste tip, je hebt geen zijkantjes. Ja, nee, ik zag het toen jij die zeevrucht erin gooide. Ja, en alles wat ik erin gooide, dat ging zo vliepen na. Ja. En ik heb zeevruchten genoeg, dus ik zou daar niet voor gaan. Oké, is er nog iets wat jij wil? Pils. Had je dat moeten pakken, man. Oh! Voor 1 minuut. Ja. Gratis shoppen. Ja. In 3, in 2, in 1. Let's go! Hij gaat er gek. Pak de wasmachine! 2+1 gratis! 1+1 gratis! 1+1 gratis! 6! Je hebt al 10 jaar lang nu. Je bent al de helft, hè? Je bent al de helft, joh!
Nee, niet meer. Zambuka. Zambuka. Wat is drie, twee, ja! Ja! 4,5 minuten. 182 euro. Maar die kaas is 182 euro. Die kaas is 182 euro. We zien jullie graag de volgende keer weer terug. Abonneer op het Bankzitters kanaal. We hebben bijna 7 ton. Dat wordt Koen een wortel. Nee, schaap. Bedankt voor het kijken. Doei!